Een hele goede dag met Linkje 2155. Vandaag weer hier. Hallo alle truckliefhebbers. Vandaag hebben wij weer een ritje uitgekozen en die gaat vandaag naar Duitsland. Een 4 uur durende ritje. Dus het is vandaag niet zo heel groot gerit vandaag. We houden het vandaag eens lekker klein. We nemen vandaag een rit van Transnet. Ik moet nog even kijken waar deze trailer verstopt staat. Wat zo dan krijgen? Wat is dit nou weer dan? Het lijkt wel een setje mensen. Waarom zou ik in godsnaam mensen vervoeren? Oh shit. Passagiers. Nou, dat gaan wij dus nu doen. Dus daar zullen we gewoon meteen op cancelen. Ik ga geen... de betaal maar. Ik ga die ga ik niet pakken. Dus we gaan even op zoek. Nou, een andere vraag. Nou, ik vind alles best leuk, maar ik ga natuurlijk geen passagiers vervoeren. Daar beginnen wij natuurlijk niet aan. Kijk als die beste mensen hier nog wat anders hebben. Nee, daar blijft alleen die over. Aan dat loopt af. Dat is een 11 uur. Nee, we gaan even kijken als we wel wat anders dichtst in de buurt hebben. Even kijken, we staan zelf staan bij in Kosselen. Dus we gaan eens even kijken bij Tamarin. Misschien dat hij nog wat leuks heeft voor ons. Een boel verkeer.
instellingen wisselen. Oeh, dat doen we op volle gang. Zijn onder een beetje voor te kruipen. En die zijn nog niet bij. Is natuurlijk voordelig in het spel. Als ze niet bang zijn. Dat geeft wel wellicht een uitdaging. Het lijkt me een eentje die op een Scania rijdt van dingen al die pech heeft. Ja, dat kun je ook hebben. Dit op slaat. Passagiers. Even uur duurende rit. 11 uur. 13 jaar. 18 jaar. Halleluja. Engeland. Wat is er meer voor in het weekend? Dan pakken we deze. Rietje Polen Polen. Dus gaan we vandaag een foto rijden. Dan liet je die 9 uur over mogen doen. Ja, daar is het bijzonder ietsjes korter over doen natuurlijk. Deze kant zien we niet dat we er aardig steek voor staan, moet ik zeggen. Goed, dan gaan we maar rijden.
Boven de weg. Vogeltjes. Leuk. Ja, ik dan niet eerder gehoord in het spel. Want die is bang voor ons, zie je dat? Draaien ze direct om. We hebben een Nation X. Apotheek.
Dan nog zo verstandig om even wat langzamer te gaan. Dat busje, dan mag ook wel even wat fijner op de parkeerplaats vindt. Nou, daar stiekem een toekie heen kijken. Ja, al een stukje terug. Wat is dat, weet ik niet, maar er is wel iets goed mis daar. Zien. Oh, heftig. Anders vet is mijn treinongeluk hier.
Die is dan al een drempel gestopt. Houden ons vandaag niet helemaal aan de regels. Ja, ik moet zelf straks nog werken, dus ik moet nog even proberen binnen die half uur te halen. Tussen proppen. Dat is een beetje mooi weg, dus we gaan hem heel stiekem langzaam naar voren schuiven. En dan hopen ze even dat er eentje hem stilzet, zoals hij. En dan staan we hier tot Jurassic zijn nog hoor. Dat ik eruit rijd. Ligt er maar zo even bij.
door het bochtje dan. Ik heb de knipplus er niks aan, jongen. Moet je nog niet proberen tussen te proppen. Daar heb ik een afslag geweest.
something is, buddy.
verderop hebben, jongen. Oh, dan zijn we er alweer bijna. Met een grote kerst en een kleine kerst natuurlijk. Nou, die grote, dat zien we niks meer weer van. Transnet. Even kijken waar we de transnet mogen neerzetten. En dan is hier de transplekje die je kunt verzinnen. Duidelijk, hè? Ja, ik denk dat dat wel moet lukken. Dat is laat, hè? Oh, zeg maar, jongen. Dan er even. Wij doen er weer even voor. We zijn er. Terugliefhebbers, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze rit. Het was klein en kort, maar veel toch zat in te beleven in deze rit. Link 2155 gaat nu afsluiten en hopelijk tot de volgende keer.